Het is nu nog hartstikke stil in het openluchttheater. Maar daar ga jij verandering in brengen? Nou ja, dat is wel de bedoeling, ja. Alhoewel ik dit ook wel heel erg mooi vind, hoor. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat het helemaal leeg blijft. Ik heb volgens mij voor de vierde keer heb ik een mogelijkheid om hier in Caprera te mogen optreden. Op 21 augustus 2009. Vorig jaar was het 8 juli 2008. Ook mooi. En voor mij is dit zo'n bijzondere plek. En omdat het ook altijd maar eenmalig is. En omdat het of een plek is waar je een try-out doet voor je komende theaterseizoen. Of een combinatie maakt zoals ik vaak doe. Dus de ene helft cabaret of theater en de andere helft muziek. Of alleen muziek. Alleen cabaret heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Maar omdat het eenmalig is, vind ik het zo ontzettend leuk om er iets van te maken wat ook uniek is. Niet alleen maar eenmalig, maar ook uniek. En vorig jaar hadden we een behoorlijk uniek concert in de tweede helft. En voor de pauze heb ik een try-out gedaan voor mijn nieuw soloprogramma. En na de pauze kwamen mijn bandjongens en ook een paar gasten, waaronder Kenny Dulfer. Nou, dat was allemaal heel bijzonder. En die had ik gevraagd, omdat zij dat ook heel erg voelde bij Caprera. En ook hier wel gespeeld heeft natuurlijk en weet hoe het is. Het is eigenlijk een beetje een afgezaagd verhaaltje. Want iedereen vindt het leuk om in Caprera te spelen. En ik ook. Ik kan er weinig aan veranderen. Ik vind het ook helemaal te gek. En soms zijn er wel eens mensen die zeggen, nou, die vijver, dat is wel een groot stuk naar het publiek. Maar ja, dan loop je over die brug en dan sta je in het publiek. En soms is die afstand juist ook weer heel fijn. Als we met tomaten gaan gooien. En om die reden dachten we dit jaar van, nou, het is einde van de zomer. Mensen zijn weer terug van vakantie, 21 augustus. Het moet echt iets spectaculairs worden. Dus wat wil je hier? Dat is hele mooie muziek horen. Maar je wilt ook eten. En je wilt ook, hadden wij gedacht, lekkere wijn kunnen proeven. Nou wil het feit dat Lodewijk van Gorp, Lo van Gorp, misschien wel de beste zanger van ons land, ook wijnkenner is. Misschien ook wel een van de beste wijnkenners van ons land. En die heeft zijn eigen wijnsite en zaak. En die hebben we uitgenodigd om te komen zingen en om zijn wijnen te laten proeven. En daarover dingen te laten vertellen. Dus hij heeft bij de sfeer van de muziek die we gaan spelen, of het nou funk is of zo, of Nederlandstalige luisterliedjes, daar heeft hij wijnen bij uitgezocht. En Esther van Prinses Heerlijk die gaat tapas maken. Allerlei verschillende heerlijke tapas die ook weer bij die wijnen passen en ook weer bij die muziek passen. Maar ik heb ook muzikale gasten uitgenodigd. Zoals daar zijn Leona, dat is een geweldige soulzangeres. Toert ook met Kenny Dulfer en is ook met haar eigen album bezig. En dat is dan echt in de soul, harde funk, R&B hoek. Maar schrijft haar eigen nummers. Dat moet ik er wel bij vertellen. Het is wel een avond waarop alles wat er gebracht wordt is, of we doen de mooiste covers omdat wij die mensen zo ongelooflijk bewonderen. Liedjes van James Taylor of van Prince, die ik heel erg bewonder. En iedereen heeft het over Michael Jackson, maar laten we Prince ook niet vergeten. En die leeft ook nog. Maar de gasten die ik heb uitgenodigd, heb ik ook vooral uitgenodigd omdat ze net als ik eigen muziek maken, hun eigen liedjes schrijven. Dus Leona is daar, de McChicks zijn daar, totaal andere hoek. Drie dames die prachtige stemmen hebben, close harmony kunnen zingen en ook heel erg goed instrument kunnen spelen. Tessa Boonkamp, de drumster en gitariste van Marco Borsato. En die ook achtergrond zingt. En Astrid Axe, een geweldige gitariste, zangeres. Waar ik ook veel mee gespeeld heb. En Fedra Kwant, een bassiste. En ook goede zangeres. En die hebben nu een eigen bandje, de McChicks. Geweldige country-achtige, Bonnie Raitt-achtige, mooie muziek met eigen liedjes. En de derde hoofdgast, en zeker niet de minste, is Bertolf. Iemand die ik ontzettend hoog heb zitten, heel erg bewonder. Alles zelf schrijft en ook nog eens zelf speelt. Zo'n eng jongetje wat alles kan ook. Behalve dan de drums, dat zal hij ook wel kunnen, maar die heeft hij dan door een hele goede drummer in laten spelen van zijn plaat. En ik bewonder hem heel erg en we hebben een muzikale klik en die komen ook zingen. Dus iedereen die ik heb uitgenodigd, daar heb ik iets mee en die hebben ook iets met wat ik aan het doen ben of met mijn muziek. En dat alles dan verpakt in een avond waarop je ook nog wijn kunt proeven en heerlijke tapas kunt eten. Het lijkt bijna alsof het om het eten en drinken gaat, maar dat is meer een soort ultieme extra voor de avond. En we gaan ook in drie
misschien vier, maar ik denk 3 sets spelen, zodat de mensen ook tussendoor tijd hebben om te proeven en een beetje te kletsen en zo. Ja, een overcomplete avond. Ik weet ook eigenlijk, je merkt het al, ik weet ook eigenlijk niet waar ik moet beginnen. Hoe zou ik dat? Ik weet eigenlijk niet of ik zelf al aan liedjes zingen toekom, omdat al die mensen er zijn. Hoe zou je het kunnen samenvatten nou zo'n avond? Je bedoelt dat ik het wat korter zeg, wat ik net heb gezegd. Nou, hoe zou je het voor de mensen kunnen samenvatten? Nou, we hebben op de poster hebben we gezet, dat vonden we wel aardig, een mini-muziekfestival. Je moet het gevoel hebben als je hier naartoe gaat, wat we allemaal wel eens bij degene die naar het North Sea Jazz Festival zijn geweest, of een leuk zomerfestival buiten, wat dan een paar dagen duurt en waar je een hele dag door heen en weer kunt lopen tussen de verschillende podia en tenten. Maar dat gevoel moet hier eigenlijk op deze ene plek zijn. Dus we noemen het eigenlijk een beetje arrogant het mini-muziekfestival van deze zomer 2000. Dus dat moet het gevoel zijn, dat je met je vrienden, vriend, vriendin, familie, kennissen, met je bedrijf naar hier komt om het gevoel te hebben dat je naar een overcomplete avond waar je ook nog kunt eten en drinken. Het gevoel dat je met een pleetje kunt gaan zitten en allerlei verschillende smaken over je heen kunt laten komen. Dus een muzikale en een culinaire avond? Ja, maar wel met de nadruk op muziek, want daar gaat het natuurlijk om. Maar zeker ook met de culinaire hoogstandjes. Als mensen nou kaarten willen kopen, waar kunnen ze terecht? Dan moeten ze vooral bellen naar Capea. En dan kijk ik heel eventjes naar Nicky, wat is het nummer ook weer? Dit wordt een knip. 023. Nou, zoveel handiger. Dat is www.openluchttheaterbloemendaal.nl. En dat is met dubbel T, want openlucht, T, theater, Bloemendaal, met 2 A's, niet met AE. www.openluchttheaterbloemendaal.nl. Maar wat eigenlijk nog handiger is, want het staat allemaal, is www.kasper.tv. Kasper met een K. Ik word weer verwarrend. Je kunt bellen, mailen, kaartje bestellen. Je kunt ook op de avond zelf komen. Maar misschien om echt goed te zitten, zou ik het van tevoren doen. En dan weten wij ook een beetje hoeveel tapas we moeten maken en hoeveel liedjes we moeten instuderen. Je blijft op de...